bezoekers van de Albert Heijn aan de Sint-Jacobslaan verwijderden afgelopen zaterdag de plastic verpakkingen om hun boodschappen om aandacht te vragen voor de manier waarop supermarkten hun producten verpakken. De actie vond plaats in het kader van World Cleanup Day, een dag waarop mensen en organisaties zwerfafval opruimen en in kaart brengen. Het uitpakken van de producten gebeurde door een kleine groep initiatiefnemers die anderen probeerden aan te sporen om hetzelfde te doen. Zoveel mogelijk plastic werd verwijderd. Zakken met rozijnen werden bijvoorbeeld in glazen potten gedaan en olijfolie in meegebrachte flessen geschonken. Het uiteindelijke doel van de actie was om winkels aan te sporen om een impactmethode te heroverwegen om zo plastic afval te verminderen.